Drie weken lien verstoor Sjoerd Dirk Jansen. Hij wie Bielsen keusner en wennen en werken of wikselend in Grijns en Berlijn. Sjoerd Jansen kwam vanouds van Jester Birm en wie een boerenzoon. Museum Belvedere heeft nou een grote tentoonstelling van zijn werk in Ruchten dat van morgen al te zien is. Ik wil iets zien komen wat lieke groot is als mezelf. Of groter. En dat groter komt nou ik terug Berlijn. Dus daar ben ik van 1990 ben ik daar regelmatig heen geweest. En mijn vrouw en ik, Suzanne en ik, ben ik daar van zo'n 90. En deze metropool is natuurlijk ik prachtig om mij daar zeg maar, als vrije zien te leven. Dus ik heb daar op het moment een atelier in de wijk Kreuzberg. En daar ken ik mij natuurlijk prachtig. Ik zit me steeds onder de stad Berlijn zien van wat weet ik waar ik kom, wat ik in me heb. En oorsom beïnvloedt Berlijn me natuurlijk ik geweldig. En vandaar ik dit nou zit me steeds meer als levensgrootte formaat. Wat ik wel in me hier als Lietjonkie, dat wie is ik me zeggen om boeten het normale, zeg maar zeggen, ik te zijn. Want dat die bijvoorbeeld blikken, wij hier intussen een hele grote tuin, toen wie daar een schut van u is mooi geboren. En dat schut wie onder wat verrotten. En daar ging ik dan met mijn hondje terug in, omdat ik dat heel spannend vond, wat mijn eigen net zien kon, dan boette mijn hond in de tuin van de boeren. Maar dan toch probeer je om zich met deze boete, het gewone economische te zien van wat het deed het was. Het is zwart-wit, maar dan natuurlijk ik maar grijs, de nuance daartussen. En daardoor kist natuurlijk een soort gevoel lezen in de ding die het oors heel hut westingen als alleen nog zwart en wit broekst. Maar waarom werken ze graag met zwart-wit en alles wat er tussen leidt? Als, daar mag ik het wel eventjes zeggen, om mij als Lietjonkie, daar komt toch een soort uit voort. En dat, toen hong ik als Lietjonkie bij mijn huid achter op een trekker en alles wat ik toen zag, ik wist net wat ploeien wie, dat hij zien. Zeg maar steeds zien om jou in dat dit die zwart maken. En omdat ik dus ooit een aardige vind vond, joeg mij dat een heel warm gevoel. En hoe langer dat hij daar op dat stukje bouw bezig was, hoe zwarter dat het was. En dat vond ik heel mooi. En ik denk dat mijn eerste indrukken, ik in de witte, dat zeg maar steeds meer zwart-witte indrukken waren als kleurige. Bijvoorbeeld een gediend waarschouwen voor een venster. En ik denk dat dat mij heel erg op zijn Duits zijn gepreekt had. En dat vind ik op een gegeven moment jouw teken ingevoud in het geheel. Want sure, dan gaat het alleen nog om licht en donker als het er zwart en wit heeft. En kleur is dan natuurlijk al weer eventjes wat anders. Het is heel eenvoudig en ik denk dat ik te maken heb met een abstractie, weet ik van haar. Dus het verombrengen dat zien in je vorigste vorm. En dat is dan misschien wel deze, bij mij deze zwart-witte manier van werken. Het interview dat je hem jaren kwam uit een langer interview dat collega Karen Bies jaren met Sjoerd Jansen hier. Morgen is het in zijn geheel in de Koperen Tuin te beluisteren.